Chris Kot en welkom bij Snow Plaza. In deze video neem je mee naar een plaats waar je veel meer kan doen dan alleen maar skiën. En een plaats die bovendien een chic tintje heeft, Zeeveld. Met zo'n 40 kilometer aan pistes, verdeeld over twee skigebieden en een oefening in het dorp, is Zeeveld geen bestemming voor echte kilometervreters. Ongeveer de helft van de pistes hier in het skigebied is blauw, wat het natuurlijk perfect maakt voor beginners en families. Wat overigens niet wil zeggen dat gevorderde skiers hier niets te zoeken hebben. Sterker, we zagen zeer veel goede wintersporters op de pistes in Zeeveld. De pistetip nummer 6b, een blauwe piste die je met de hele familie kan doen. Pistehuttip, de Ruiterjochalm. Een superleuk hutje en als het mooi weer is met een lekker terras en mooi uitzicht. Maar vandaag is het weer om binnen te zitten. Voor kinderen zijn er een tweetal mooie kinderlanden. Eentje ligt direct bij het dalstation van het skigebied Roshutte. Handig voor als de ouders zelf ook willen gaan skiën. En het andere kinderland ligt in het centrum van het dorp. Hier vind je tevens een mooie oefening voor beginners. Zeeveld is een sfeervolle en levendige wintersportplaats. In de autovrije straten zie je veel winkels en mensen komen hier duidelijk niet alleen maar om te skiën. Lekker in de zon op het terras, schaatsen, rodelen, wandelen en er komen hier natuurlijk ook heel veel mensen om te langlopen. Met 280 kilometer aan loipes is Zeeveld een waar langlaufmekka. Zeeveld is ook populair bij tourskiers. Tijdens ons bezoek was er ook een internationale polowedstrijd. Erg leuk om te zien. In Zeeveld kom je niet alleen maar op de ski. Zeker niet wat vergeten als je in Zeeveld bent. Even lekker te genieten van de wellness. Zwemmen in warm water, of lekker naar de sauna. Veel hotels hebben een wellness en als je dat niet hebt, dan kan je altijd nog naar het Olympiabad. Stampende apres-ski met dansende mensen op de bar, dat ga je niet vinden hier in Zeeveld. Maar je kan wel op heel veel plekken gezellig iets drinken, na het skiën of 's avonds. Bijvoorbeeld hier bij Woods. Waar je overdag ook heerlijk kunt eten trouwens. De restauranttip, de Brouwkrenner. Hier kan je lekkere grillspecialiteiten eten. Bedankt voor het kijken naar deze video over Zeeveld. Wij vonden Zeeveld een hele leuke plaats voor een afwisselende wintervakantie. Heb jij nog tips voor Zeeveld? Laat dan een reactie achter. En vond je deze video leuk? Geef ons dan een duimpje of abonneer je op ons kanaal. Tot de volgende keer!